ga mijn proefje doen met Skittles en mijn speciale gast, mijn kleine broer Ibrahim. Hij is 3 jaar. En we gaan nu zien hoeveel hoe dat dat proeft en welke kleur dat dat is. En hier gaan we. Ja, een beetje moeilijk om open te doen, hè. Kan jij dat even open doen, mijn grote broer? Ik heb een beetje zweethanden, dus ja. Ik heb een beetje te tegen sporten. Hier zijn alle kennis. Dag Ibrahim. Zeg, kan je vertellen over de kleurtjes? Welke kleuren zie je allemaal? Geel. En weet je dat ook in Engels? Which color is it? Yellow. Flink zo. En nog welke kleur zie je nog? Paars. En in Engels? Nee, dat kan je niet meer. Purple. Ja, dat is het. Ja. Volgende. Welke zie je nog? Oranje. En in Engels? Orange. Dat moeten we nog een beetje leren. Goed. Dus we hebben al yellow. Green. Nee, green nog niet, hè. Yellow, purple en orange. Die 3 kleuren hebben we wel. Ja? Wat zie je nog? Rood. En in Engels? Nee, mama. Red? Koi baat nahi. Usko Engels mein red. Ja? Aur kaun sa color? Welke kleur zie je nog? En in Engels? Ja, ik heb het wel. Je weet het wel. Green. Green, voilà. Hebben we alle kleuren al? Kan je tellen hoeveel kleuren er zijn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5. Kan je met je handjes tonen hoeveel 5 dat is? Toon een keer zo. 5. Super. Kan je dat ook in Engels stellen? Kan je dat ook 1, 2, 3, 4, 5 zeggen? Nee? Nee, oké. Nu mag je die groene een keer proeven. En is het lekker? Ik zal ook eens eentje proeven, hè. De broer moet altijd proeven, hè. Ja, de chef moet altijd eens proeven. Ja. En hoe smaakt een dat? Een beetje appel en zo. Is het zuur of... Niet zo zuur, hè. Is dat lekker? Groene appel. Een groene appel. Ja? Nu, welke ga je proeven? Oranje. Lekker? Was de groene beter of oranje meer lekkerder? Oranje. Oranje was lekker? Broer moet altijd. En welke smaak is dat? Mandarijn. Mandarijn. Ja, sinaasappel. Mandarijn. Sinaasappel misschien meer zo, hè? Alal, ja. Hij weet het al. Wat heb je goed naar je nu geproefd? Je hebt dat niet gezegd. Paars. Paars voor je. Paars voor jou. Angoer. Angoer? Paars voor je angoer. Druiven, ja. Smaakt al druiven? Ik zal eens proeven, hè. Angoer is druiven, hè. Dus mensen... Maar de meeste smaak komt er door. En die gele. Ik heb het niet meer, hè? Nee, je weet dat niet. Ja. Citroen? Ja, citroen. Citroen? Ja. Citroen? Nee. Je denkt dat niet? Banaan. Omdat dat geel is. Ja, oké. En de rode?
Ja. Welke smaak? Wil jij vertellen, mama? Nee, papa. Dan zal ik het proeven. Nee, aardbei. Aardbei? Echt? Ja. Aardbei? Nou, je aardbei, hoor je? Hm? Jood. Ah, of een rode appel, dat kan ook. En welke vind je de allerlekkerste? Subset chagonzola. Allerlekkerste. Nee. Dus gaan we jou opeten? Nee, hè? Nee, ik vraag over de candies, hè? Over de schutels. Welke is de lekkerste? Welke kleur is de lekkerste? Oranje. Oranje? Goed zo. Dus zoals jullie zien, mensen. Een mama van 3. En we zijn meertalig. We spreken ook Engels, Pakistaans, Urdu dus en Nederlands. Hé, schat. Ja. En je hebt dat heel flink gedaan, hè, Ibrahim? Al die kleuren even. Nog een beetje van Engels nog een beetje leren, maar dat gaat wel komen, hè? Ja? Ga je verder eten? Straks al die tandjes buiten. We gaan lekker tanden poetsen ook dan, hè? Ja, hè? Hoe ga je tanden poetsen? Flink zo. En ik ga gewoon doorblijven eten. En ja, dag iedereen. En tot de volgende video. Geef ons channel een subscribe en like. Als je iets wilt zeggen, kunnen we het schrijven. Dag. Dag iedereen. Dag, bye bye. Say bye.